Yo, what's up mensen? Dit is misschien een beetje een rare timing voor deze video, maar ik had zoiets van... Ik zit zo lekker in die Marvel-saus momenteel met WandaVision. En eigenlijk alleen WandaVision. Nee, niet helemaal waar. Ik zit ook helemaal into the comics op dit moment. Ik heb Tom King's The Vision gelezen op aanraden van een van de kijkers. En dat was echt een magnifieke comic. Ik denk dat ik daar in Nerd Culture wat meer over ga vertellen. De eerste Nerd Culture die deze week wordt opgenomen. Maar omdat ik dus zo in dat Marvel sausje zit, heb ik zoiets van... laten we even die game gaan checken. Want die game heb ik natuurlijk uitgespeeld. Dat heb ik op stream gedaan. Leuke singleplayer. Niet hele boeiende gameplay. En het live service gedeelte was echt dramatisch slecht. Dat was er gewoon niet. En ik heb het na de hand nog een paar keer geprobeerd. Het is er nog steeds niet. Ik zie aan de live service kant van deze game zie ik weinig potentie. Ik zie ze dat ook niet zo snel omkeren. Maar die singleplayer was dus best wel nice. Met MODOK natuurlijk als main villain. En dat hadden ze goed gedaan. En nu is er een nieuwe DLC. Denk ik dat je het kan noemen. En die is gebaseerd op Future Imperfect. Met Old Man Hawkeye. Die zit er volgens mij aan te komen. Of die is er al. Maar daarvoor zit er dus nog een campaign met Kate Bishop. Ik zal maar heel eerlijk zijn. Ik ben niet zo bekend met Kate Bishop. Alleen, ze heeft nu wel haar eigen campaign. Die is hier te zien. Gaan we gewoon spelen. En ik hoop dus dat deze campaign een klein beetje in de buurt kan komen bij de main campaign. En dat zou voor mij al de moeite waard zijn. Nogmaals, Marvel's Avengers was absoluut niet een fantastische game. Of überhaupt een hele goede game. Maar het was wel een vermakelijke game. En dat kan dit ook gewoon zijn. I sent the coordinates of my location to your war table. It's time we met face to face. Ik ben uiteraard Iron Man. Hoe kan het ook anders? Maar er is ook ander nieuws trouwens. Maar trouwens, daar kom ik zo wel op. Even kijken wat er hier nu gaande is. Oké, dat zijn aardig wat missies dus. Laten we hier naartoe gaan. Northwest. En dan zal dit de missie zijn, denk ik. Travel the Outpost. Nou, dit gaat hem worden dan. Ik weet ook niet hoe lang deze campaign duurt. Dus ik denk dat we gewoon één missie gaan doen. Hij begint al gelijk. Nee, hij is niet aan het matchmaken. Dit kan je dus gewoon prima in je eentje spelen. Maar ook met anderen, met maximaal 4 spelers. En dat is op zich wel tof gedaan natuurlijk. Ik ben een co-op fan. Welcome to S.H.I.E.L.D. Substation Zero, Avengers. This was another one of Fury's secrets. But moving forward, it'll be S.H.I.E.L.D.'s new base of operations. We've reached out to our best operatives. So you'll find plenty of familiar faces here. Get yourselves acquainted and meet me in my office. I heard we're taking... Wow, wat gebeurt hier dan? No way it's not... Huh? Oké. Okay. Ik speel hem hier op de PC trouwens. De performance is best wel goed. Maakt ook gebruik van Nvidia DLSS. Oh, we beginnen gelijk met de story nu. Het is goed om je in persoon te zien. We werken meer direct moving forward. Hologram calls can only do so much. What I'm about to say may sound absurd, but Dr. Pym assured me it's a real threat. We've encountered time disruptions across the world. Tachyon storms, as we call it. We'll need an experienced, hard-hitting task force to investigate these sites. You are the perfect candidate. Our agents will provide mission support whenever possible. Agent Morales volunteered to track these tachyon storms. Report to her and we can get started. Let's do it. Forging a plan. Talk to Alexander Morales. It's Substation Zero. Daar is ze. Looks like the cavalry is here. Rare minuutjes om dit te doen voor een cutscene. Zal natuurlijk met de multiplayer aspect te maken hebben. We could work together on this op. Tachyon storms are sweeping across the world, more frequent by the day. We don't know what's causing them or why, but we need answers, Stat. We believe they're related to the disruptions we've been experiencing here.
like a hiccup in time or intense deja vu. I've identified a site that's producing near-constant tachyon emissions. Seems like the perfect starting point. Use the war table. Waar is hier de war table? Hier natuurlijk. Dat konden we niet missen. Pacific Northwest. En dan is het deze. Ben ik Mission Power 31? Volgens mij ben ik dat precies. 31 of 32 was ik. Launch mission. Blijf natuurlijk gewoon Iron Man. Of AIM's involved in all these tachyon disruptions, it means they're blazing new trails in mad scientist. AIM. And with Monica leading AIM as scientist supreme, she'll be making things a lot more difficult. Please don't make me miss Georgie boy. Tachyon disruptions, increased production capacity, AIM's scaling at an alarming rate. Well, let's drop in for a safety inspection. I have a feeling their days without an accident sign is about to be reset. Unknown transmission incoming. Okay, I don't know who's flying that bird, but you're in the wrong airspace, pal. Jarvis, we didn't call for backup, did we? Holy crap. The Avengers? I gotta put you on hold for a second. Okay, then. Kijk, daar zijn we. Hey Jarvis, you got a trace on that call? The call originated from the facility ahead. It appears you have a fan. Always nice to be appreciated. She sounds familiar. How odd. I'm picking up some unusual interference nearby. Odd and unusual. Might just be what we're looking for. Oh. Ja, en dit is natuurlijk wel gewoon weer het ding. De gameplay is echt alleen maar button bashen. En dat zorgt niet voor hele interessante gameplay. Als ze hier nou echt een heel tof combat systeem aan hadden toegevoegd, dan had het misschien nog wat kunnen worden, maar het zijn echt alleen maar grote arena's waarbij je hordes van dezelfde enemies alleen maar aan het killen bent. Is toch jammer. En dit is wel cool trouwens. Vliegen met Iron Man, altijd cool. AIM units up ahead. They appear to be investigating something. Let's hit them while they're distracted. Hostile! Kunnen we hier naar binnen? Work, ja, zeker. Hey, where did this thing come from? Huh? Er is een glitch. Kijk, mijn Hulkbuster zit gevangen. Wat is dit, joh? Of kan je met de Hulkbuster niet naar binnen of zo? Is dat het? Ja, het kan wel. Hij tript hem gewoon. Hulkbuster blijft gewoon cool. Sowieso natuurlijk. Was het een Age of Ultron? Ik geloof het wel, hè. Je hoort me echt al op de knoppen rammen. Hier naartoe. En de Hulkbuster heeft wel een aantal coole gadgets. Maar wat ik zeg, de executie daarvan is niet zo bijzonder interessant. Oké, mijn laser is op. Maar ik moet zeggen, die singleplayer van Marvel Avengers was best leuk. En ook die openingsmissie bij de San Francisco Bridge was echt heel erg spectaculair. En die kreeg ik ook te zien behind closed doors op de E3. En
toen kon ik al meteen zien van, ah, het wordt toch niet zo'n hele vette game. Zoals bijvoorbeeld die Spider-Man games. Want die zijn echt, echt heel erg goed gedaan. En echt gruwelijk. En blijft ook uitdagend. Thermal discombobulation, sir. No doubt it attracted Ames' attention. It's a diversion. Looks like our fan is causing a little trouble of our own. Okay, and then? I'm picking up several distress calls. Ames security is on high alert. En dat is ook het ding met deze game. Het is dus een soort van, ja, looter shooter is het niet, maar een looter hack and slash, maar echt enorm basic. En de loot is gewoon niet interessant. En dit is nog het allerergste. De loot die je dus verdient, zijn allemaal upgrades voor je suit. En dat zou heel vet kunnen zijn. Als je ook echt een verschil kan zien. Maar het maakt niet uit wat voor een upgrades of welke suit je aantrekt. Het ziet er altijd hetzelfde uit. Dus het maakt cosmetisch geen enkel verschil. Rare keuze is dat. Aangezien het zeker voor heel veel bijvoorbeeld Destiny spelers juist een groot onderdeel van de gameplay is. Vette armor en guns matchen met elkaar. Zodat het er gewoon tof uitziet. Dat zit er hier dus echt totaal niet in. Je hebt wel skins. Je kan je unlocken. Maar dat is dan weer puur cosmetisch en heeft niks met bepaalde aanvallen of setups te maken. Oh, wauw. Die miste ik volledig. Ik ben dood. Dit zijn trouwens best wel vette co-op moves die je kan doen met elkaar. Alleen het ging niet zo soepel hoe ik die unlockte. Okay, let's go. En dan moet ik zeggen, dit is weer een nieuwe campaign. Maar het voelt weer exact. Echt exact. Als elke multiplayer level die ze hebben gedaan. Er is wel goed nieuws ook over deze game. Wat ik zeg, Future Imperfect komt eraan. Lijkt me heel erg vet. Ook met Hawkeye en een andere versie van de Hulk. Het ziet er in ieder geval heel erg interessant uit. En 15 maart, ik weet niet zeker of het nou 15 maart was, maar in ieder geval ergens in maart, verschijnt de Next Gen patch. Oh, ik ben down. Verschijnt de Next Gen patch voor Marvel's Avengers. Oh nee, ik kon een finishing move doen. Zonde. Dus ik heb geen hekel aan deze game. Ik vind het alleen jammer dat hij niet zijn potentie heeft waargemaakt. Nogmaals, het is niet slecht. Maar het is ook niet zo heel erg goed. Maar ik ga toch spelen, want ik wil weten wat er gaat gebeuren. En dat is voor mij genoeg. Betekent niet dat ik een betere game had willen zien. Dat ik niet een betere game had willen zien, maar tuurlijk wel. Maar helaas, het zit er niet in. Wat ik nu doe? Hulkbuster maar trouwens. Ik heb premature Hulkbuster gebruikt. We zijn pas level 26. Daarom gaat het zo langzaam. We zijn een beetje underpowered. Kijk, Hulkbuster. Maar de skill tree is ook best wel uitgebreid in de game. Maar het verandert niet zoveel aan je speelstijl, merk ik.
Deze rocket barrage werkt trouwens wel goed hoor. Mikawa? Wil ook niet altijd even goed meewerken. Dit zijn health pickups trouwens. Er zit om een of andere reden zit er altijd een lift in elk level. Geen idee waarom. Maar dat moet erin zitten. Ik denk dat het gewoon een verkapt laadscherm is. Moet haast wel. Black Widow en Captain America zijn naast Iron Man voor mij toch wel echt de twee leukste characters om mee te spelen. Met Black Widow, die heeft de twin guns. Okay, let's see. World-class archer and gymnast? No? Part-time private investigator, full-time genius. Maar gaan we hier Kate Bishop tegenkomen? Ah, hier. Kate, yep. Dummy. Kate Bishop? But you're a little kid. A little tiny kid. You know I was 19, right? You make it sound like Hawkeye was training a baby. What are you doing here? Where have you been? There'll be time to catch up later. Hopefully. Meet me inside. All right, let's go. We're on the right floor. Where to, Kate? Follow the robot trail, and you'll find the hangar. I'll meet you there. Lots of busted robots in here. You did a lot of damage. Bring a wrecking crew or something? Yeah, me. Not bad, kid. Not bad at all. Seeing anything interesting? Something about tachyon disruptions, maybe? Okay, here we go. Point defense. I'm afraid I can't lift the emergency lockdown through this terminal. There is a chest with gear close by. Close to something. What? Who knows? The door is just up ahead. Find the correct terminal and I'll take care of the rest. Got it. En Ms. Marvel is op zich ook wel leuk om mee. Om mee te spelen. Sowieso is Miss Marvel's verhaal in deze game best wel tof gedaan. We did it, right? I remember the layout. There should be a server room to your right. Might be something you can do in there. Okay, let's check it out. Stay. Cool, cool, cool. I don't mean to rush you, but AIM knows you're here, which means they know I'm here, and they're not gonna be happy by any of it. No. Heb ik Hulkbuster? Alsjeblieft zeg dat ik Hulkbuster heb. Okay. What am I looking for? Nee. Okay, I found something. Oh, die was echt volledig missig. You there? We've lost her signal, sir. It appears communications are being scrambled. Get us into their system. You'll need to maintain control of all three consoles. Okay. Losing is not an option, folks. We moeten hier deze points capturen. Okay, dit is point C. Okay, die hebben we gepakt. En je moet een meerderheid hebben. Dan zie je links. Zie je een progress bar. Oké, B hebben we ook gepakt. Kijk, en nu beginnen we een beetje in te halen ten opzichte van 1. Okay. Hier staan bar. En alleen dit trucje gebruik ze dus veel te vaak. Het is altijd point defense en clear the room. Ik zou kunnen zeggen dat de Marvel's Avengers echt last heeft van het Anthem syndroom. Dat had namelijk exact hetzelfde probleem. Elke missie was exact hetzelfde. En het was tof om in die wereld rond te vliegen. En dan kon je ook best wel vette dingen doen, want de combat was trouwens wel veel beter in Anthem. Ook al was die redelijk beperkt nog.
Maar de combat was echt best aardig gedaan. Kijk, een A is nu weer afgepakt. Oeh. Huh? Waar werd ik door uit de lucht geschoten? Is dat die? Ja, denk het wel. Kom op, kom op, kom op. Captain America, Thor. Waar blijven jullie? Ah, daar is het. Missing sound effect. En nu naar B. Ik weet niet waardoor ik nou net werd geraakt. Good. We have control of this terminal. Ik ga weer dood. Ik ga weer dood. Kijk, ik kan ook niet meer vliegen dan. Down. Mission fulfilled. Oh, waarom spring ik dan naar beneden? Je kunt het weer opnieuw doen. Oh my god. Kijk, dit is niet cool. Dit is niet cool. Kijk, in Destiny, als je van de rand afvalt, kunnen ze je gewoon bij de rand, kunnen ze je weer reviven. Dat hadden ze hier ook moeten doen. Dit is onzinnig. Waarom moet ik dit opnieuw doen? Waarschijnlijk ga ik hier een flinke knip in zetten. Oké, we leveled up. Kate, we're on our way. Double time is to that hangar. Some more bad news, I'm afraid. All these files are encrypted. I can't read them. Grab what you can. We can take stock once we're out. Het is geen coronakuchje hoor. Maak je geen zorgen. Kate Bishop! Ik blijf erbij. En dan moet ik je toch heel eerlijk zeggen. Niemand met een pijl en boog is cool in de MCU. Ik bedoel, Iron Man would kick her ass. Easy. Fighting robots? Ha, me too. Oh, speaking of. Looks like you got a handle on things. You sound surprised. You're one surprise after another. Thor is bijna down. Thor gaat heel hard down. Waar is Thor? Oké, hier. We gaan allemaal echt heel hard down. Staying alive. Ze blokken ook alles. Uh-oh. Ik heb geen laser meer. Oh, nee. Oeh, die hebben net op tijd ontweken. Controls zijn af en toe zo frustrerend, man. Je probeerde namelijk die health pack hier op te pakken. Maar hij wilde gewoon niet landen. Oké, die is down. Oké,
Okay, that's the next one. Okay, het lijkt alsof we het gaan redden dit keer. Het gaat goed in ieder geval. Wel even health packs blijven pakken. Het zijn wel bullet sponges hoor. Hebben we hem nu? Nu hebben we hem. Okay, and that's my cue. Thanks for the assist, Tony. Hang on, you're not leaving until you explain yourself. I'll be in touch. Pinky promise. Okay, ik wil meer over haar superpower weten. See you around, Avengers. Think you can trace her, Jarvis? Coordinates added to the war table. Okay, ik moet zeggen. Ik ben toch weer een beetje getriggerd. Ik wil gewoon meer van dit verhaal weten. Ik wil dit gewoon verder gaan spelen. Ze vallen helaas wel weer in oude gewoontes. Waarbij je toch alleen maar point defense moet doen. Bepaalde dingetjes moet gaan capturen. En dan nog een room clearen. En ook de boss fights. Ze hebben niet goed nagedacht over toffe mechanics, over hoe je bazen kan neerhalen. Zelfs bij de eindbaas was het niet bijst interessant. Nogmaals, deze game moet puur en alleen op zijn karakters en het verhaal leunen. Wat mij betreft doen ze dat prima. Niet uitstekend, prima. Maar als Marvel fan denk ik dat je dit gespeeld moet hebben. Als je dit nou een tof video vond, vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten. En vergeet ook niet te abonneren voor meer video's hiervan. Mocht je meer Marvel's Avengers willen zien, let me know. Gooi het hieronder in de comments. En dan gaan we gewoon missie per missie afwerken. Thanks voor het kijken. Ciao!